ik ben Thomas en in deze video gaan we het hebben over de versnellingen. Er zijn twee soorten versnellingen. We hebben de naversnelling en een derailleur. Een derailleur is eigenlijk zoals je hem hier ziet staan, dus met veel tandwielen, een ketting die buitenlangs loopt. En een naversnelling wordt vaak neergezet met een gesloten kettingkast en een ketting of met een riemaandrijving. De soort versnelling die je uitzoekt voor de fiets is bepalend hoe je de fiets kunt gebruiken. Als je in de binnenstad woont en je hem eigenlijk alleen voor de boodschappen gebruikt, heb je niet zo heel veel versnellingen nodig zoals je bijvoorbeeld ziet bij deze fiets. De derailleur vind je onder een bepaald type fiets. En dit zijn een beetje die sportievere fietsen. De mensen die dus op vakantie gaan, vaak een iets lichtere fiets willen. Niet zozeer deze. Maar die gaan in de bergen. Dus we gaan lekker op vakantie naar de Eifel. We gaan omhoog klimmen. Dan wil je meer bereik hebben met je versnelling, zodat je altijd makkelijk kan fietsen. Zoals je ook ziet, de mountainbikes en de racefietsen hebben die versnellingen om te zorgen dat de wenteling goed aangepast kan worden aan de omstandigheden waar je op dat moment aan het rijden bent. Nou, de voordelen opgesomd op een rijtje. Lichter in gewicht, we hebben meer bereik en het schakelt wat makkelijker dan een naversnelling. Minpunten van een derailleursysteem. Onderhoud. We moeten hem wat vaker schoonmaken, dus poetsen en smeren. Het is niet mogelijk om dit in combinatie met de riem te hebben. En het maakt iets meer geluid dan een naversnelling. De meest voorkomende versnelling is de naversnelling. Die zien we hier. Verstopt achter een kettingkast, mooi intern weggewerkt, dus geen tandwielen aan de buitenkant. Gesloten kast voor de ketting, mooi in één lijn. En 7 versnellingen. Dus dit is eigenlijk hetgene wat het meest onder de fietsen hier in Nederland zit. De voordelen van de naversnelling zijn voornamelijk dat het minder onderhoud heeft. Dus gesloten kettingkast, de naaf zit helemaal gesloten, dus niet tandwielen aan de buitenkant zoals bij een derailleur. Deze heeft 7 versnellingen, maar hij is ook te krijgen in 3 versnellingen, 5 versnellingen en 8 versnellingen. Dus een mooie fiets. En dan is het net waarnaar je op zoek bent. Dus gaan we stadsgebruik, heb ik dan 7 of 8 versnellingen nodig? Of heb ik gewoon een stadsfiets voor een klein stukje naar school toe? Dan heb je soms aan 3 versnellingen al meer dan genoeg. De voordelen van een naversnelling. Nou, het kan in combinatie met bijvoorbeeld een riem om nog stiller te kunnen fietsen. Weinig onderhoud, dus het moet af en toe bijgesteld worden, maar dat is gewoon iets wat wij doen. En wat een heel groot voordeel is, is als je stilstaat bij het stoplicht en hij staat bijvoorbeeld nog op versnelling 8. Dan kan je terugdraaien, gewoon zonder iets te doen en zonder problemen. Nou, er zitten natuurlijk ook wat minpunten aan een naversnelling. En dat is eigenlijk dat je minder bereik hebt. Bij 3 versnellingen 3, 5, 7 of 8 en soms 11 versnellingen. Maar dat is wel wat je hebt. De stapjes ertussen zijn ook wat groter dan bij een derailleur bijvoorbeeld. En je moet je voeten stil houden bij het schakelen. Dus als wij aan het fietsen zijn en we willen schakelen, stoppen we met trappen, schakelen we en gaan we weer door. Zodat die versnelling eigenlijk een mooi rustmoment heeft om naar de volgende stap over te kunnen gaan. We hebben het net over de naversnelling gehad. Met 7 versnellingen, 8 versnellingen. Maar er is natuurlijk ook nog de Enviolo traploze versnelling. Voordeel van deze, hij heeft iets meer bereik. En hij heeft eigenlijk, ze zeggen oneindig versnellingen tussen haken. Maar van punt A tot punt B heb je de hele lijn om mooi te pakken. Dus het is een soort van fine-tunen van je versnelling tijdens het fietsen. Zoals we hem hier zien, is hij dus ook nog helemaal compleet met een snaar. Dus hier hebben we eigenlijk alle pluspunten die je kan hebben bij een naversnelling. Dus traploos versnellen, onderhoudsarm door ook de naaf. Hij is door de snaar. Hij is wat stiller door de snaar. En het ziet er gewoon heel mooi uit. Minpunten van een versnellingsnaaf als deze. Hij heeft alsnog een kleine wenteling nodig om te kunnen schakelen. Dus je kan niet volledig terugzetten bij het stoplicht bijvoorbeeld om licht weg te rijden. Voor de rest eigenlijk weinig minpunten. Hij is wat zwaarder dan de normale versnellingsnaaf. Maar daar is ook alles mee gezegd. Er zit bij de Enviolo-naaf nog één heel mooi pluspuntje. Wil je echt alles op je fiets hebben wat je kan bedenken, heb je natuurlijk die traploze versnelling.
maar hij is ook nog in een automaat te krijgen. Dan komt er een automaatmodule hier aan de onderkant, verdwijnt de shifter aan het stuur en ga je eigenlijk in het menutje nog een paar versnellingen aanpassen, maar je gaat je trapfrequentie instellen om voor jou zo mooi mogelijk ten alle tijde te kunnen fietsen. En dan hoef je dus ook niet meer na te denken over het feit, heb ik wel teruggeschakeld of niet? De verschillende soorten versnellingen bepalen dus waarvoor je de fiets zou kunnen gebruiken. Voor jezelf moet je dus op een rijtje brengen, wat ga ik met de fiets doen? Heb je daar hulp bij nodig? Wil je ze proberen of heb je gewoon vragen? Kom dan alsjeblieft langs in een van onze winkels om gewoon fietsen uit te proberen met die specifieke versnellingen eronder. Vond je de video leuk en heb je er wat van opgestoken? En zou je meer van deze video's willen zien? Like deze video en abonneer je op ons kanaal.